staan hier bij Fort Sabina en achter mij de Torpedo Loodsen. Een project waar de jongeren van de erfgoedfabriek zich op gaan storten om te kijken of dat nog überhaupt gerestaureerd kan worden, hersteld kan worden en een nieuwe bestemming kan krijgen. En daarmee zouden we ook op deze plek nog een laagje uit de historie van de Zuiderwaterlinie toe kunnen voegen. Zou mooi zijn. Dit was dan de oude haven van Heiningen, 31 januari. Toen zagen ze dus eigenlijk 's avonds al van het moet nog vloed worden. Maar het water staat al bovenaan. Ja, dat is wel een van de verhalen van Heiningen over de watersnood. Door de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog waren er best wel veel mensen of soldaten gestationeerd. Ja, en dan gingen ze zondagochtend wilden ze dus naar de kerk. En dan was dit gewoon het pad wat ze gebruikten. Zulke systemen gebruiken ze nog steeds wel, maar op een moderne manier. Want als we in de polder willen beregenen, ja, dan wil je gewoon echt gewoon, nou zeker denk ik, 1,40 cm meer water. Leuk dit water allemaal. Afvuren dat de kogels hier wel gevangen werden. Vandaag naar Willemstad gelopen en begonnen in Heiningen bij Fort de Hel. En daar ondertussen Fort Sabina aangedaan en ook even de sluizen bezocht. Inkijkje gekregen hoe dat allemaal gebeurt. En dat samen met Johan Schot, Pieter Korteweg en wethouder Thomas Swiers. Laatste kilometer nog. Wat heel bijzonder uniek is, is dat eigenlijk het hele vestingstelsel van Willemstad nog helemaal in de oorspronkelijke staat is. Dus alle bastions, de wallen in feite, zijn nog helemaal aanwezig. Daarnaast Willemstad natuurlijk de bijzondere historische en eigenlijk militaire gebouwen die we ook nog hebben. De kruithuizen, het arsenaal, maar ook natuurlijk de gebouwen, het Mauritshuis, het raadhuis en wat je heel weinig hebt aan het water gelegen. Dat maakt eigenlijk het totaal van Willemstad in zijn samenhang zo uniek.